beste collega's, hier ben ik weer. 2 weken na de vorige keer, de aankondiging van mijn boodschap, we zijn ervan, merk ik dat dat een grote tractie geeft in de onderneming. En dat mensen zich echt gewoon achter die boodschap willen scharen en actie ondernemen om de problemen van Schiphol van de korte termijn, om die te helpen oplossen. We hebben een sessie gehad met ons leiderschapsteam, waarin we dat uitgebreid besproken hebben. En ik heb hen ook gevraagd, schaar je nou achter die agenda? Kijk of jullie kennis en kunde ook veel meer naar die korte termijn willen richten. Zo hebben we dat ook gedaan binnen het directieteam. En daar is ook een beslissing uit voortgekomen die inhoudt dat ik mezelf heel erg zal gaan bezighouden met die prioriteit van het herstellen van de problemen bij de security. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee, want ik vind dat ook erg leuk om te doen. Het is werken met mensen en logistieke processen. En het is vinden van oplossingen die soms minder complex zijn dan we met z'n allen denken. Maar de achterliggende reden voor dit hele verhaal is natuurlijk toch om de control terug te brengen daar waar we ook de verantwoordelijkheid hebben. Soms is dat niet zo, hè? Dan hebben we wel de verantwoordelijkheid, maar geen controlemechanismes. Dat moet veranderen. En daar zijn we dus druk mee bezig. En per saldo gaat het natuurlijk over kwaliteit in de luchthaven. Nou, kwaliteit hangt samen met mensen. En we hebben natuurlijk een aantal registers al opengetrokken. Betere arbeidsvoorwaarden, betere arbeidsomstandigheden, roosters, schone werkruimte. En we zijn nu met recruitment bezig. Maar in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk samenhangt met hoe ga je nou met mensen om. Dingen als respect, inlevingsvermogen in de arbeidsomstandigheden en een soort van waardigheid uitstralen over het werk. Maar het draait natuurlijk allemaal om het verbeteren nu op dit moment van het securityproces. Patricia en Philip hebben samen een roadmap uitgetekend waar al die aspecten van die verbetering in zitten. En binnen een week of twee gaan we jullie daarover berichten via dit medium. Een mooi voorbeeld van het herwinnen van onze controle over onze operaties is de samenwerking met de securitybedrijven op het gebied van werving. Afgelopen maandag was de kick-off, daar was ik bij. En ik zag al de energie en alle positieve stemming van het succes wat dat moet gaan brengen om mensen ook weer terug te brengen naar onze luchthaven. Meer security officers is echt een van de belangrijkste maatregelen om succesvol te zijn in de komende meivakantie. Je vraagt je misschien af, waarom is Schiphol nou de securitybedrijven daarbij gaan helpen? Simpelweg omdat we erachter kwamen dat met de tariefsonderhandelingen die we met hun in het verleden hebben gevoerd, eigenlijk nauwelijks marge overbleef voor hun om tijd en aandacht te spenderen aan die werving. Dus vandaar dat we dat nu samen doen. En ja, het is gewoon geweldig om te zien dat we nu al, gewoon na een enkele dagen, al 1000 sollicitanten hebben. En zelfs al enkele mensen hebben kunnen aannemen. Dus dat is samenwerken, maar voor ons ook vooral het terugkrijgen van controle over onze eigen basisprocessen. We zijn ook bezig met de langere termijn agenda. Dus de impact van Schiphol, zeg maar, op onze omgeving. Of het nou gaat over geluidsoverlast, over stikstof, over allerlei andere vraagstukken. Die zijn net zo belangrijk voor ons. Dus onze lange termijn agenda op dat gebied is duidelijk. Het moet stiller, het moet schoner. En als het enigszins kan, moeten we dat ook sneller bereiken. Beste mensen, we sluiten af met een knipoog. De vorige keer heb ik best wel veel Engelse woorden gebruikt. En ik heb echt mijn best gedaan om dat deze keer wat minder te doen. En u zult erover oordelen. En anders doen ze dat op televisie straks wel. Ik wens u een fijne dag verder en ik zie u over een paar weken wederom.